Ah ja, ik ben bang dat er wel overheen gelezen gaat worden, maar een aanwijzing zit in het ondertiteltje. Het is een romantisch leven, met dat woord romantisch met hoofdletter geschreven. Ja, dat zag ik, ja. Ja, daarmee, ik verwijs dus niet naar allerhand soort sentimentaliteit of dat, maar... En niet naar kunststromingen. Ja, maar heel de vroege romantiek eerder. Die van de Schlegels en van de Novalis en hoe ze ook allemaal mogen heet. En dat want zij, die mensen, die... die vroege romantici? Ja, die vroege romantici, die leefden in verwondering om wat ze zagen enzovoort. En wilden dat heel verhevigd weergeven. En dan wat ze zagen in de natuur. In de natuur en ja, in, natuur, in hun eigen leven. En ik heb dat altijd een verfrissende kijk gevonden. Want, ja, kijk, laat het maar wel wezen. Alle boeken die nu geschreven worden, wie dan ook, zijn allemaal geënt op de romantiek. Er worden allemaal romantische boeken geschreven. Alleen is dat de wat latere romantiek, naturalisme, Zola en al dat soort, nou, die dan andere draai aangegeven hebben. Maar romantisch zijn ze wel natuurlijk en nog steeds. En daar wil ik dus niet onderuit. Dat vind ik iets dat je beter dan kunt benadrukken. Waarom wil je daar niet onderuit? Omdat ik ben er een op groot geworden natuurlijk ook. Wil je bij je tijd horen, is dat het? Nee, dat kan niet. De tijd hoort bij jou. Dus andersom. Ik vond het prettig om te merken dat ik toch ook bij die lui hoorde. En die lui hoorde ook een beetje bij mij, een beetje. Want ik natuurlijk, ik ben ook met modernisme besmet, zullen we maar zo zeggen. Dat krijg je toch niet van je af. Maar de kern van het modernisme zit natuurlijk ook, er wordt dus ook in de romantiek. Dus dat is allemaal niet zo erg. Maar ik wou dat dus echt wel benadrukken. En door die natuur zo'n belangrijke plek te geven. Door de natuur een belangrijke plek te geven en ook de beschrijving van de natuur natuurlijk. Daar toch iets meer aandacht aan te besteden. En die natuur ook echt een personage in het boek te laten zijn.